Ik ben Bas en ik werk bij Dijkra, omdat ik hou van gevarieerd werk en het betaalt goed. Ik heb het gewoon erg naar mijn zin. Veel variatie, druk, telefoon aannemen, waaiklanten helpen, logistiek ben ik erg sterk. Dus dat vind ik leuk om te doen. Leuk om dingen te verkopen waar je ook achter staat. Je moet eerst productkennis krijgen en de handelingen weten. En op een gegeven moment ga je achter de balie staan en ga je klanten proberen te adviseren. Maar ja, je moet gewoon van dingen leren, van je fouten leren. Dus ja, als ik een fout maak, dan maak ik geen tweede keer dezelfde fout. Ik zat ergens waar ik geen doorgroeimogelijkheden had. En toen kwam er een vacature vrij en daar heb ik meteen op gereageerd. Niet zo'n hele goede sollicitatie gehad, maar ze hadden toch wel vertrouwen in me. Ja, dat moest ik wel bewijzen aan ze. Dat het vertrouwen niet voor niks was. Ik heb een heel leuk team en we hebben hoop voor elkaar over. En dat is fijn. We helpen elkaar. Zo zorgen dat we de dag doorkomen. Vooral die piekmomenten moet je gewoon elkaar helpen. Ik denk dat 99% van de klanten tevreden de deur uitgaat. 90% met de spullen die wij verkopen. En 5-10% met spullen die wij niet verkopen, maar dat ik ze even goed de kant op stuur waar ze heen moeten.